Welkom bij weer een nieuwe vlog. We zijn nu bij Fiona. Dit is Fiona's kont. Echt super lekker en zacht. En we gaan zo iets super leuks doen. Ja, echt iets heel leuks. En als je dat wil weten, moet je even... Dan moet je even door gaan kijken. Kijken. Like en abonneer alvast als je dat nog niet gedaan hebt. Hangover, wow. I've been drinking too much for sure. I got a hangover, whoa. I got an empty cup, pour me some more. So I can go until I blow up. Wij zijn dus nu, ik ben dus Fiona aan het vlechten en ik moet nog hier, dit plukje en dit plukje hiervoor. Maar ik wil hier ook wel een raar unicorn horn van gaan maken. En we hebben Fiona al geborsteld. En Isabel is nu bezig met Anton vlechten. Ja. En die zijn dan samen met Shirley. En dan gaan we zo met een rit. Anton is met zijn hele lange unicorn. Kunst van Isabel. Sorry. Oh, hi. Je bent wel heel knap hoor. Maar wel heel knap. Ik ben ook bezig met Fiona. En Fiona die is ook even omlopen. Die is ook gevlochten. Sorry. Zo ziet ze eruit. En we zijn nu ook bezig met een unicorn horn bij Fiona. Want dan twinnen Anton en Fiona wel. Dat vinden we wel leuk. We zijn op pad. Daar is Isabel. En daar is Anton en Shirley. Ze hebben vette leuke. Ja, unicorn. Leuke staartjes in en zo. Ze zien er super leuk uit. Anna wil het ook mee, denk ik. We hebben dus een saddlepad met dekje eronder gedaan. Omdat we wilden weten of het werkte. Want heel veel mensen doen dat. Maar we dachten gewoon, we proberen het gewoon. Kijk. Het ziet er super leuk uit. Super sexy. Ja. Ze had zijn paard bijna in huis. Stoertje. Anton stond daar echt zo te wachten. Kijk. Hé, Vief. We zitten hier in de speeltuin. Shirley is aan het schommelen. Karen is aan het schommelen. En Fiona is aan het eten. Is lekker. En Anton is ook aan het eten. We zijn dus nu op een schoolplein. Onze oude basisschool. Ja, hier zaten we met z'n drieën op de basisschool en het is wel grappig. Gaan kingen. En we zijn dus ook met Fiona in mijn huis geweest. Ja. Die was wel goed, was best wel braaf. En ik heb even omgewisseld, dus Kara zit nu op Fiona. En, we zijn net weg van school. Dus Anton die is de hele tijd aan het rennen, dus ik moet een beetje snel lopen. Ja. Karen gaat even met Fiona over die boomstam heen springen. Dus doe maar! Kom maar! Ja! We hebben hier best wel een mooi uitzicht. Ja, het is wel van de snelweg. Maar het is hier echt heel mooi. Het is daar gelopen en daar zo is Shirley en Ning. En Fiona is natuurlijk aan het eten, want ja, het is Fiona. Het is echt best wel mooi.
Nou, ik bedoel naar Fiona haar weiland. Ja. Unicorn dingetje, dat gaat echt, dat wordt echt steeds slechter. Dat is een faal. Goed, behalve die van Anton, die blijft mooi. Ja, die blijft mooi, hè? Die van Anton, die blijft mooi. En doet hij het een beetje goed, Shirley? Zeker. Ja, we hebben even net de saddlepad en het dekje afgehaald. En daar loopt Sapel nu mee. En Anton loopt er achter. Ja, loopt achter. Fiona's kind het echt goed kon zien, maar Fiona zag hem zweet. Zo kan ze even luchten. En we zijn nu op de weg terug. Ja. We komen in het weiland. En nu gaan we Fiona even afspoelen. Met, want kijk, dit ding hadden we ook gekocht in Applejack. Maar dat hebben we niet laten zien in de shop vlog. Ja, dat was een beetje maar goed. En we gaan hem dus nu even afspoelen, want ze is echt heel erg bezweet. En ja, dat gaan we even doen. Fiona is helemaal afgespoeld met dat ene ding dat we net liet zien. En kijk, kijk, zie je haar krulletjes? Kijk, zo cute. En ook vlekjes ingehaald. Echt super cute. En Isabel is weer wat die unicorn eruit aan het halen. En Anton die wil maar niet stoppen met rollen. Ja, nu doet hij het niet. En dan loopt hij een stukje, dan gaat hij weer rollen. En Shirley probeert een foto te maken. Maar elke keer als hij een foto wil maken, dan staat ze op. Dus... Get you hear me now. Goed, Fiona zit weer in de weiland. Ja. Ze heeft de vliegen ding weer op. Maskertje, ja. De vliegenmasker weer op. En wij gaan nu naar huis. Dus en, iedereen, like, abonneer en comment. Leuk iets, maakt niks uit wat. We vinden het heel leuk als er reacties komen. Ja. Dus, ik vond deze video leuk. En doei!